vandaag alweer een nieuwe video voor jullie. We laten jullie namelijk twee festival hairstyles zien. Dat zijn de looks die je nu ziet. Wij vinden het altijd heel erg leuk om naar festivals te gaan. En ook om er natuurlijk wel een beetje leuk uit te zien. Dus we hebben twee nieuwe looks die je heel goed kunt dragen naar festivals. En ze zijn ook nog eens heel erg makkelijk om te maken. En dit keer gebruiken we een nieuwe krultang. Deze heeft allemaal verschillende opzetstukjes. Dus je kan een beetje wisselen qua krulgrootte en hoe die eruit ziet. En het leek ons heel erg leuk om daarom ook de haarstijls om een beetje krullend wavy hair te laten draaien. En voordat we verder gaan, blijf zeker even kijken tot en met het einde van de video. Want wij mogen één zo'n krultang set weggeven aan jullie. En we delen ook nog een kortingscode voor als je hem zelf gewoon wil halen. En dan gaan we je nu laten zien hoe we deze looks hebben gecreëerd. We beginnen met de eerste festival look en hiervoor heb je droog haar nodig. Dit kan vers gewassen haar zijn of gewoon een dag oud haar. En voordat we verder gaan, brengen we eerst nog eventjes een hittebeschermend product aan. En daarna borstel je je haar even goed door. Wij verdelen voor de makkelijkheid het haar eventjes in vier verschillende delen. En zet het bovenste gedeelte even vast met een klem, zodat dit niet in de weg zit. Voor Tara's haarlook gebruiken we het opzetstuk van 25 mm. Dit is een hele mooie grootte waarmee je van die middelgrote krullen krijgt. En dit is de afmeting die we meestal gebruiken voor het maken van onze krullen. Het fijne aan deze krultang is dat er geen klem op zit en op deze manier kan je heel gemakkelijk het haar om de krultang heen binden. En je krijgt bij deze set trouwens ook een beschermende handschoen bij die ik hier draag. En die zorgt ervoor dat je niet meteen je handen verbrandt aan de tang. Dus over het hele haar maak ik in Tara's haar krullen en ik zorg ervoor dat alle krullen uit Tara's gezicht draaien. En ik pak uiteraard ook de bovenste helft van Tara's haar mee, zodat alles gekruld is. En ik moet zeggen dat het echt super snel ging met deze krultang. En ik vind het resultaat ook echt heel erg mooi geworden. Ik heb hier de krullen trouwens nog niet uitgeborsteld. En dat ga ik eerst nog eventjes zo laten. En zo ziet Tara's haar eruit als ik alles heb gekruld. En voordat ik verder ga met deze haarstijl, breng ik eerst nog eventjes wat droog shampoo aan op een paar plekjes op het hoofd, zodat ik hiermee wat meer volume kan creëren. Ook gebruik ik daarna mijn vingers om de krullen ietsje door te kammen, zodat ze net wat losser worden. Hierna pak ik aan beide zijkanten van het hoofd een klein beetje haar vanaf de voorkant en dit breng ik naar de achterkant waar ik een klein staartje van maak. En dit staartje doe ik halfwege op het hoofd, maar je kan er ook voor kiezen om hem wat hoger te plaatsen of juist wat lager. En deze zet ik gewoon heel gemakkelijk vast met een elastiekje. Nou, voordat ik verder ga, ga ik eerst nog een klein beetje het haar teasen, zodat het wat meer volume krijgt. Maar dit is natuurlijk optioneel. En hierna draai ik gewoon heel gemakkelijk het haar om het staartje heen om een knotje te creëren. En deze zet ik vast met een paar bobbypins. Als extraatje vonden we het leuk om aan de voorkant nog twee kleine vlechtjes te maken. En deze zetten we niet vast met een elastiekje, maar brengen gewoon heel gemakkelijk naar de achterkant. Om daarna rondom het knotje te draaien en even vast te zetten met een bobbypin. Op deze manier voeg je net wat extra's toe aan deze hairstijl. En dat vonden wij wel heel erg goed bij de festival look passen. En als laatste om de look helemaal af te maken pakken we wat plukjes aan de voorkant eruit die net wat korter zijn. En deze laten we los langs het hoofd hangen. Ook spreek ik nog eventjes wat haarlak in het haar, zodat de look goed blijft zitten, ook wanneer je gewoon lekker aan het dansen bent. En dan is dit onze eerste festival haarlook geworden. En dan gaan we nu verder met de tweede festival look. Nou, we beginnen eerst met het doorborstelen van Rissa's haren en daarna verdelen we het in twee delen en we maken er een schuine scheiding in. We beginnen aan de kant waar het minste haar zit en daar sprayen we wat haarlak op, zodat het haar wat stugger wordt en zodat we het makkelijker kunnen twisten. We pakken hierbij twee plukjes haar en deze draaien we om elkaar heen. En steeds pakken we weer een plukje haar erbij aan de onderkant en aan de bovenkant. Dus als het ware ben je aan het invlechten, maar dan iets makkelijker en met maar twee plukjes haar. Misschien herken je deze techniek wel uit onze boxing braids video. Als je die video nog niet gezien hebt, klik dan zeker even op het i'tje. Nou, met het twisten ga je door totdat je aan de onderkant van het hoofd komt. Eenmaal beneden aan het hoofd aangekomen, maak je er gewoon een vlecht van en deze trek je lekker strak aan. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on.
Omdat je het haar hebt getwist en niet hebt ingevlochten, kan het zo zijn dat het ietsjes los is geraakt. Dit kan je heel eenvoudig fixen door een aantal bobbypins in te spelden. Vervolgens versieren we de twist en de vlecht met een aantal haarpiercings. Dit geeft wel echt een hele stoere look en past echt helemaal bij de festivallook. Om het af te maken gebruiken we haarlak om de kleine babyhaartjes een beetje plat te drukken. En daarna gaan we door naar de andere kant van het haar. En de andere kant van het haar gaan we heel anders aanpakken. We sprayen eerst een hittebeschermende spray op het haar en daarna zetten we de krultang erin. Want we gaan hele mooie, grove, romantische waves maken. Hiervoor gebruiken wij het allergrootste opzetstuk van 25 tot 32 mm breed. Het handigste is om het haar te verdelen in een aantal delen en daarna gewoon pluk voor pluk het haar om de krultang heen te rollen. En dit doen wij verticaal. En het mooiste is om dan het haar zowel naar binnen als naar buiten om te krullen. Als je alle haren hebt gekruld, dan laat je het eerst even goed afkoelen en vervolgens kan je het lekker doorborstelen met een borstel. Dit zorgt voor dat mooie romantische en zachte effect. Vervolgens voeg ik wat droog shampoo met volume effect toe aan de haaraanzet van Larissa om wat extra volume te creëren. En daarna gebruik ik ook nog wat beach spray die ik in mijn handen wrijf en vervolgens in Larissa's haar knijp om wat meer textuur en ook wat meer messiheid toe te voegen. En dat was dan onze tweede festival haarlook. Dit waren twee super makkelijke en leuke have-updo's. En daarmee bedoel ik dat dus de helft van mijn haar vast zit aan de bovenkant en mijn Larissa aan de zijkant. Je hebt dus nog steeds los haar, maar je kan wel lekker bewegen. Het zit allemaal niet in je gezicht of in je lipstick. Het is echt super chill om daarmee de hele dag te dansen. En het blijft ook nog eens goed zitten. Nou, zoals je hebt kunnen zien, heb ik een iets kleiner opzetstukje gebruikt van de krultang, waardoor mijn krullen iets fijner zijn. En we hebben ze ook alleen maar met de vingers doorborsteld en met beachspray bewerkt, waardoor het een beetje messy is. Maar Larissa hebben de allergrootste opzetstukken gebruikt en we hebben hem doorgeborsteld, waardoor je echt zo'n romantisch effect krijgt. Echt hele mooie krullen. Maar je hebt dus nog meer opzetstukjes. Ook een hele kleine voor hele kleine krulletjes. Dus ja, we kunnen echt nog heel veel gaan experimenteren met deze set. En jij misschien ook, want we geven natuurlijk één zo'n krultang set weg. Nou, de winactie loopt via mijn Instagram account. En het is de bedoeling dat je zowel Tara als mij en ook Max Pro, van wie deze krultang set is, liked op Instagram of volgt. En like ook zeker eventjes de foto en laat ons eventjes in de comments weten met wie jij graag voorafgaande van een festival of een feestje graag chillt. Tag die vriend of vriendin eventjes in de comments. Dan kan hij of zij ook meedoen met deze winactie. En wie weet kunnen jullie dan binnenkort samen jullie haar doen. Dat is wel echt heel erg leuk. De prijs is ook heel erg mooi. Maar we hebben ook een kortingscode voor als je hem liever gewoon zelf aanschaft, in plaats van dat je dus een kans maakt. Dan heb je hem dus echt gegarandeerd thuis. En de kortingscode heet Endless Weekend. Nou, deze krultang set is normaal gesproken €219,95. Maar met onze kortingscode is die maar €169,95. Dus je krijgt met onze kortingscode €50 korting. Dus dat is wel heel erg mooi meegenomen. Alle informatie vind je nogmaals in de beschrijving van de video. En ik zou zeggen, doe zeker mee met de winactie. En laat ook echt even een comment achter. Want we zijn heel erg benieuwd welke van deze twee haarstijlen jij wel zou durven rocken. En waarom. En of je natuurlijk nog naar een festival gaat, zijn we ook heel erg benieuwd naar. En als laatste, vergeet geen duimpje omhoog te doen. En je te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En dan zien we je heel snel weer terug in de volgende video. Doei! Doei.